Goedemorgen allemaal. Ik ben Lucinda en leuk dat je op een video van mij hebt geklikt. Ik start nou de vlog en ik hoor precies dat mijn computer al aangeeft dat er iemand in de chat zit. Ik heb vandaag namelijk de hele dag online les. Dus dat betekent dat het vandaag een hele saaie vlog gaat zijn. Zo, mijn stem. Ik ga er het beste van maken. Dus ik hoop jullie zo bij het volgende shot te zien. We zijn een paar uur verder. Ik heb bijna mijn tweede uur dadelijk. Ik heb tussendoor heel even een vlog geëdit die redelijk kort was. Dus daarom, dat gaat nog wel. Ik was vergeten om een outro te doen. Dus die heb ik voor deze vlog nog, of voor de vlog die ik nu aan het editen ben, heb ik die nog heel even gemaakt. Ik heb ondertussen heel even een kaarsje gebrand. Want ik dacht, weet je, die heb ik al heel lang niet meer gebruikt. En hij was een beetje verstopt en zo. En meestal als je die een beetje warm maakt, dan schuift het er zo uit. Bij deze dus niet, want deze had blijkbaar dus een gat, een holling in het midden. Dus die werd eerst aan de binnenkant super warm en die ging vanuit binnenuit naar buiten. Dus nou kon ik hem dus niet eruit schuiven. Dus dan moet ik even gaan bedenken hoe ik dat voor elkaar krijg. Hij ruikt nog redelijk, maar ja, ik wil hem gewoon even verschoond hebben. Zeker omdat het er nu niet uitziet met alle stof eromheen. Dus ik denk dat ik daar even het kaarsje uit doe en dan vervolgens even kijk of ik het eruit kan scheppen. Het is nu 2:30. Ik heb om 2:30 les. Dus ja. Ik heb ondertussen ook nog heel veel drinken gepakt. Ik ging nog steeds aan mijn eerste mok. Thee. En ik heb straks nog een keer een tussenuur. Dus dan kan mijn tweede video geëdit worden. Want dan heb ik het tenminste een keer vooruit gewerkt. In een hele lange tijd. En ja. Ik heb ondertussen ook heel even de was opgehangen. Ik heb gisteravond de was aangezet en die heb ik nu opgehangen. Dit is topper overtrek, zeg maar. En mijn beddengoed verder, of mijn overtrek verder, die hangen allemaal in het opslaghok / washok aan een wasrek die ietsje groter is dan deze. Ik had trouwens gisteren niet gezegd. Ik heb gisteren dus die presentatie gehouden over dat ik dus vlog en alles. En waar ik dus super zenuwachtig voor was. Ik kreeg alleen maar positieve reacties van de klas. Van dit gedeelte van de klas waarvoor ik het heb gepresenteerd. En die vonden het echt super leuk. Dus ja. Ik ben echt blij om dat te horen eigenlijk. Ik hoop dat jullie ook genieten van de vlogs die ik maak. En toch ergens je positiviteit eruit halen. Niet iedere vlog is perfect. Niet iedere vlog is leuk. Dat heb ik zelf ook wel door hoor. Maar ik hoop toch dat jullie het leuk vinden om iedere dag te beleven samen met mij. En ik weet het, ik ben nu nog niet echt een officiële student en ik ga niet ieder weekend op stap. En waarschijnlijk zal ik ook niet ieder weekend op stap gaan. Maar ik zal zeker niet ieder weekend op stap gaan. Misschien hier en daar een keer door de weeks als ik laat school heb of wat dan ook. Want het weekend ben ik sowieso niet hier. Maar ik probeer wel altijd leuke beelden te schieten. En nu zeker met corona en zo mogen er maar 60 man in die bar hier op de campus. Mogen er maar zoveel mensen in de SOS. Ik ben sowieso niet lid van de studentenvereniging. Dus grote kans dat ik gewoon niet eens in de SOS kom. Dus ja. Ik ga gewoon heel even kijken of ik leuke beelden kan schieten. Ik ga gewoon alle beelden schieten die ik kan schieten. Ik hoop dat het leuke vlogs worden. En ik hoop dat jullie ervan genieten. Er komen leuke dingen aan. En aangezien volgende week hier iemand op bezoek gaat komen. Jullie kunnen waarschijnlijk al raden wel wie. En hij blijft niet... Oh, ik heb weer gezegd, hij... Nou, dan weet je het waarschijnlijk al. Hij blijft niet voor 1 nacht. Hij blijft niet voor 2 nachten, nee. Jawel, hij blijft wel voor 2 nachten. Hij blijft voor 3 dagen. Ik heb een beetje gebrek met spraken nu. Zie je? Ik heb de hele ochtend Engels gehad, dus... ik weet niet, mijn Nederlands is een beetje weggezakt nu. Ik heb net een tweede les gehad, bedrijfskunde. De eerste les van deze periode. Ik weet niet, ik heb niet zo heel veel met bedrijfskunde, maar het zal vast nog wel interessanter worden aangezien er niet heel veel topics besproken zijn. We hebben even iets heel leuks gedaan. Ik zal het volgende shot laten zien, maar ik ga niet praten. Hoe heb je het gedaan? Waarom heb je het gedaan?
Zoals je hebt kunnen zien, ben ik de hele avond bezig geweest met gezellig sociaal doen. Ik heb wat biertjes gehad, misschien dat je het ziet, maar ach, daar is studenten weer even voor. Als je genoten hebt van de vlog van vandaag, druk dan heel veel blauw duimpje omhoog. Druk heel even op de rode abonneerknop. En druk heel even op het belletje omhoog, zodat je altijd geïnformeerd wordt van de video die ik upload. En dan hoop ik jou morgen weer te zien bij een nieuwe vlog om 7:15. En dan wens ik jou een hele fijne ochtend, middag of avond en welterusten.